Door die ene actie van jou is mijn leven compleet veranderd. Het heeft een paar jaar stilgestaan. Alles stond in het teken van mijn zoektocht naar de waarheid. Ik ben dankzij jou voor de rest van mijn leven getekend. Dit filmpje kan altijd, ieder moment, ergens weer opduiken. Zelfs als ik later kinderen heb, kan het zomaar weer boven water komen. En je hebt niet alleen mij aangedaan, maar ook mijn familie en vrienden. Zij hebben mijn verdriet van dichtbij gezien. Het heeft hen ook geraakt. We spreken vandaag met Chantal uit Werkendam, die een boek heeft uitgegeven waarin zij haar verhaal opschrijft als een van de bekendste wraakporno-slachtoffers van Nederland. De cover van het boek vertelt een zoektocht naar gerechtigheid en heeft als titel dader onbekend. Chantal, op enig moment verscheen er een filmpje op Facebook die jouw hele wereld deed veranderen. Wat gebeurde er op dat moment met jou? Ik raakte in paniek en ik wist eigenlijk niet zo snel wat ik moest doen. Alleen dat ik het account moest rapporteren. En dat is het eerste wat ik heb gedaan, maar je schrikt gewoon enorm en er gaat van alles door je heen, maar ja, een complete paniek eigenlijk. Op het moment dat er iets gepost wordt op Facebook, dan wel andere social media die we allemaal wel kennen, dan gaat het snel. Ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat je na 5 minuten nog een keer keek en dat het filmpje al vele malen bekeken was. Wat doet dat met je? Ja, ik wist op een gegeven moment dat het ook via privéberichten werd verspreid. Want je krijgt berichten van verschillende mensen die dat dus ontvangen hebben. En uiteindelijk hoorde ik dus ook dat het via WhatsApp ging. En toen was het hek van de dam, zeg maar. Toen was ik zo erg in paniek dat ik de politie toen heb opgebeld. Op enig moment is Peter R. de Vries in beeld gekomen. Hoe is dat gegaan? Dat is eigenlijk kort daarna allemaal... Dus in 1 week tijd is dat gebeurd, want er was een oproep op televisie voor zijn nieuwe programma Internetpest is aangepakt. En toen zag mijn moeder dat en die wilde dus een mail sturen daarna. Omdat wij niks van de politie hoorden, dacht zij, nou, dit is de kans. Als hij dit gaat onderzoeken, dan komen we sowieso bij de dader uit. De politie faalde. De wetgeving liep achter. Ik won van de reus Facebook en ik was de eerste in Nederland die een rechtszaak tegen het bedrijf aanspande. Dat maakte voor mij het onmogelijke mogelijk. De politiek werd wakker geschud, de wet wordt waarschijnlijk gewijzigd. Wraakporno wordt strafbaar gesteld. Er zijn dus grote stappen gezet en daar ben ik ontzettend trots op. Ik blijf hopen dat er ooit gerechtigheid komt en dat de dader ooit gepakt wordt. Want is de dader wel echt zo onbekend? Uiteindelijk heeft het ook geleid tot politieke bewegingen, waarbij nu gekeken wordt naar een nieuw wetsvoorstel, wat de politie ook wel weer andere kaders zou kunnen gaan geven. Mm-hmm. Dan hebben we het over het grote geheel binnen Nederland. De regio Altena is in die zin een vrij kleine, beknopte gemeenschap. Heeft dat misschien ook wel gemaakt dat die impact van het filmpje zo groot is geweest? Ja, dat denk ik wel. Omdat ik in het begin werd ik bijvoorbeeld nageroepen door gewoon jongeren op straat, maar ook gewoon de oudere mensen. En daarna was het eigenlijk dat niemand er meer iets over zei. Toen ik op televisie kwam al helemaal niet meer. Mensen durfden niet naar me toe te stappen, maar onderling werd er wel heel veel gepraat, zeg maar. En dat hoor je dan ook als je ergens langs fietst. Dus ja, dat is wel heel lastig, zeg maar. Ik merk gewoon dat mensen er niet weten wat ze ermee aan moeten of wat ze moeten zeggen. Ja, dat moet voor jou, denk ik, heel erg lastig geweest zijn. Je vertelt op een gegeven moment in jouw boek ook over van ja, je trekt je eigen op een gegeven moment terug. Maar op enig moment weet je jezelf te herpakken. Nou, je weet wat er gebeurd is. Je bent er wellicht 24/7 mee bezig geweest. Ja. Op welk moment dacht jij van, nu laat ik het achter me. Ik ga mijn ding weer doen. Ik denk dat het wel toen met Peter R. de Vries zijn team, die helemaal om mij heen stond, dat ik daar meer vertrouwen kreeg van. Ik voelde me eerst ook echt schuldig dat ik zo'n filmpje had gemaakt. En door zijn team en door de mensen om me heen, vrienden, familie, heel veel gesprekken mee gehad. En die zeiden, ja, maar jij zit niet fout. Ook al zeggen mensen, dat is niet waar. Degene die dit online zet, die is schuldig. En toen ging mijn schaamte ook, zeg maar, weg. Dat ik, ja, ik heb eigenlijk niks verkeerds gedaan. Ik heb iets in privé sfeer gedaan en dat moet gewoon kunnen. En diegene die dit online zet, die is gewoon fout bezig. Dus die moet zich schamen. En toen dacht ik, oké, ik ga me niet langer opsluiten. Ik ga gewoon weer mijn ding doen. Hoe gaat dat dan? Met wat voor gevoel ga je dan weer de openbaarheid in? Ja, dat kost heel veel energie voornamelijk. Je bent daar heel erg mee bezig voordat je ergens naartoe gaat. Je gaat de gekste scenario's bedenken, zeg maar. Dat zit allemaal in je hoofd. Maar ik moest toen ook naar Breda weer naar school. Ik zat in mijn examenjaar. En dan stap je de bus in met allemaal bekenden. En dan, dan voel je je gewoon... Met heel veel mensen voel je je zo alleen, heel klein en... Ja, dat moment zal ik ook niet snel meer vergeten. Maar ook daar was het weer gewoon doodzwijgen eigenlijk. Niemand zei er iets van. Maar
het moment dat jij in de bus zit en je hoort mensen lachen of je ziet een telefoon rondgaan, dan denk je alweer, oh, ze hebben het over dat filmpje. En dat was wel heel zwaar. Je verhaal is inmiddels opgetekend in het boek Dader Onbekend. Zal ook verkrijgbaar zijn bij verschillende boekhandels in de regio. Waarom moet iedereen dit boek gaan lezen? Nou, voornamelijk dat het echt een boek is voor jongeren. Omdat erin staat hoe ik met een hele situatie ben omgegaan. Ik denk dat dat wel heel inspirerend kan zijn. Maar ook omdat er details in staan die nog niet eerder naar buiten zijn gebracht over de vermoedelijke dader. Dus ik denk, maar ook voor moeders, ook voor vriendinnen, als jouw vriendin zoiets overkomt. Want ja, mijn verhaal kan net zo goed jouw verhaal worden. En daar is denk ik niet iedereen zich van bewust. Terwijl het met één druk op de knop gebeurd kan zijn. Dus ik denk dat het daarvoor heel belangrijk is dat je dit boek leest. Uiteindelijk is een van de hoofdrolspelers daar ook jouw ex-vriend in. Hij is ook in de media onder de aandacht geweest. Maar toch kies je ervoor om in je boek daar een gefingeerde naam voor te gebruiken. Waarom heb je dat gedaan? Nou, om gewoon zijn privacy wel te garanderen. Omdat hij ook gewoon vrienden heeft, familie die daar anders mee geconfronteerd worden. En ja, dat wil ik niemand aandoen, zeg maar. En ik heb hem, ik moest ook een naam voor hem verzinnen. En toen dacht ik, nou, hoe mooi is het als het de ex wordt, Dex. Dus precies. Ja, daarom heb ik hem zo genoemd. Uitgever van het boek van Chantal uit Werkendam, Dader Onbekend. Zou u ons eens mee kunnen nemen, hoe bent u met Chantal in contact gekomen en hoe is dit boek uiteindelijk ontstaan? Ja, dat is een paar maanden geleden, om precies te zijn in oktober. Toen kreeg ik een mailtje in de mailbox van een journaliste, Hester Zitvast. Met een heel mooi schrijver daarbij dat ze in contact was gekomen met Chantal uit Werkendam. Waarin zij vertelde dat Chantal en zij eerder contact hadden gehad. Omdat het bekende wraakpornofilmpje van Chantal eerder al veel in de media was geweest. En Chantal heel veel onaardige reacties via social media had gekregen. En Hester haar een open brief had geschreven. En eigenlijk zo het contact was ontstaan tussen Hester en Chantal. Omdat Hester geen onaardige reactie achterliet. Maar een heel positieve en mooie brief aan haar had geschreven. En zo was het eerste contact ontstaan tussen Chantal en Hester. En uiteindelijk is dus het idee ontstaan. Chantal die had al het een en ander opgetekend naar aanleiding van op advies van haar psycholoog. En toen had ze zoiets van, misschien kan ik Hester daarin betrekken en kunnen we samen het boek verder uitwerken. En Hester heeft ons toen een mailtje gestuurd of ze een keer bij ons op gesprek mocht komen. Wat gaat jullie rol als uitgever nu nog zijn? Na afloop van het feit dat het boek is uitgekomen? Nou ja, een heel stuk begeleiding eigenlijk. Want dat was ook in het hele voortraject. Hester en Chantal zijn bij ons op afspraken geweest. Waarin Chantal nog een keer haar verhaal vertelde. En wat zij wilde bereiken met eventueel het uitbrengen van haar boek. Waarin wij haar ook wel een spiegeltje hadden voorgehouden van ja, realiseer je wel, je leeft nu rustig. Het is allemaal een beetje uit de media. Je kan nu weer een beetje doen en laten wat je wil. Maar op het moment dat wij natuurlijk een boek gaan uitbrengen, dan willen wij daar zoveel mogelijk aandacht en publiciteit voor genereren. Dus dat zal weer volop in het zicht zijn. Wil ja, je exact. Dat wel? Ja. Ja, precies. Maar goed, dankjewel. Voor de mensen die heel erg benieuwd zijn naar het boek Dader Onbekend, waar kunnen zij terecht om in het bezit te komen van dit boek? Zowel in de online boekhandel als in alle boekhandels in Nederland is het verkrijgbaar.